mensen maken elke dag een glaasje melk en een lekker eitje en jee boeren. Ik zag die beelden ook van dat ze zeg maar rond een uurtje 5, 6 of zo gingen rijden. Mm. Zag er wel episch uit hoor. Zeker. Donker en dan al die zwaailichten en shit. Fucking vet. Al die fucking hippies in Amsterdam en die kutpolitie als D66 die denken dat je eten ergens zo vanuit een fabriek of zo bup, op je bordje verschijnt. Magic. Maar dat is niet zo. Er gaan dan een paar duizend boeren naar Den Haag en met heel veel trekkers, honderden. En dan was er één die had een soort van grote wagen met dikke banden ook en die had dan zo'n Confederate flag daarop staan. Dus nu begrijp je natuurlijk dat alle boeren nazi's zijn. Top media. Alles van de boeren, vijfreten. Zolang ik mijn eten gewoon krijg en in de supermarkt ligt, dan ben ik voor de boeren. Vijf reten voor eten en de boer. Ik zou het leuk vinden als ik nu een boer op commando kan laten, maar dan moet ik... Vijf vette reten voor de boeren. Nog een keer. Kom op dan. Godverdomme. Wat je erbij zet. Wat beest. Dag. Welkom bij Dumpert Reten 194. Yes! Yes! Zit je nog ergens mee? Ik zit ergens mee. Oh. Nou, dat vind ik niet belangrijk. Ik heb af en toe... Zo. Mag ik de camera? Hallo. Hallo. Dit is goed zo. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Ja. Ik ben nog steeds niet naar de kapper geweest. Godverdomme. Mannen hebben een mannenweekend. Dit is echt zo typisch een mannen. Dan, ja. Wat? Werken met zware materialen en iets voor elkaar krijgen? Godverdomme. Mannen zijn net een beetje een rollade. Kijk, als de vrouw weg is, dan is het netje om de rollade weg en dan wordt het gewoon een chaos. Dus jullie hebben gewoon vrouwen nodig, anders wordt het echt een chaos. Ik ben ook in Noorwegen geweest en er liggen ook allemaal van die losse rotsen en zo'n shit. Maar ik was in mijn eentje. Dus ik heb ze allemaal naar beneden gegooid. Echt stoer van jou? Ja, echt stoer, hè? Ja. Ik deed altijd met steentjes vroeger. Hi back, joh. Dit is mannenweekend, maar wat doen vrouwen dan? Zeel? Vrouw, ik doe altijd met mijn zus wijn drinken. Alleen maar wijn drinken. En op de baby passen. Een goede combinatie. Ja. 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 Zie je voor me dat ze alle twee dronken zijn en dat ze een baby hebben. Hey, Pris! Pris, hier! Als je zo'n mannenweekend weg bent, dan heb je altijd wel één iemand die is echt je rots in de branding. Vijf reten. Steengoede rating. Vijf reten. Короче, девочки, мне подружка сказала, что 18 сантиметров, это типа что, много? Maar zij is 1,40. Ну вы посмотрите, 18 сантиметров, это пол здесь. Я буду! Wel leuk dat Iemke ook op Dumpert staat. Wow, die komt maar wel hij echt... gaat toch niet zo omhoog, Sil? Jawel. Hij gaat toch niet naar je buikspieren of zo? Nou, ik heb wel eens het gevoel... Ja, ik wil niet te veel in detail trainen, maar... Ja, dan misschien moet ik het ook niet doen, maar ik heb wel eens het gevoel... Als je zeg maar echt een beetje... Doggy, doe het vooral na. Dat helpt de hele situatie. Maar jij hebt je ook toch wel eens je penis opgemeten? Rolmaat heb ik wel eens gebruikt. Schoollineaal, geodriehoek... En zo'n lasermeter. Oh, ja. Net als je op de weegschaal staat en je denkt op een gegeven moment, nou, deze doet het niet. Of haar, die stik je uit. Of... Ja. Nee, ik heb een goed gemiddelde gedaan. Nee, dat klopt niet. Ik pak een laser erbij. Ja. De balzak van kindjes, baby's is enorm. Waarom gaat het altijd, als het over penis gaat, zo kom je altijd met, je komt met kinderkutten en ballen van baby's. Nou, dat is echt zo. Een balzak van een baby is groter dan een penis. Dat is best grappig. Als je ouder wordt, dan is het cirkeltje weer rond. Dan wordt je balzak ook groter dan je penis. We'll be right back.
Zijn dit influencers die tegen elkaar gaan boksen? Ja. Nee. Nee, ik ben serieus, ik ben hier ook voor gevraagd. Tegen wie moest jij dan? Ja, weet ik veel. Maar ik heb hoeveel gedaan. Betalen ze dan? Ik heb gewoon meteen afgezegd. Is dat de barbecue buurvrouw op de achtergrond? Oké, okay, oh, het kan ook gewoon een PR-stunt zijn voor dit hele programma. Hé! Hey, hier in mijn huis gebeurt deze shit niet! Begrepen! Maar het zou je vader maar zijn dat je dan, weet ik veel, een koekje pakt en dat mag niet. Wie de fuck denk je dat je bent? Jan Dino, ik vind dat je dit goed hebt opgelost. Want alle donkere Vijf mensen op elkaar weten. Lijken, kan niet chill. In Friesland kan dat allemaal. Je bent een hele week in Friesland geweest, daar kan je dat allemaal zeggen. Oké, okay, nou, andere rating bedenken. Ja, voor mij mag je die Jan Dino hoor. Voor top, mij mag je maar in, ja. Geen doen. Ja. Hopen dat je nog opdrachten krijgt. Wat denk je nou? Het is een fucking sport en dit hoort erbij. En als je niet kan gedragen, moet je ook kanker. Moet ze ook in de Tweede Kamer doen, dit? Dat is wel vet. Vier reten. Geert Wilders, doe jij eens normaal. En dan Rutte, doe jij eens normaal. Dat hij gewoon... Hey! Influencers die elkaar op de bek slaan, moeten jullie zeer veel vaker doen. Liefst iedere dag zonder camera's erbij. Nu wordt het toch weer zuur. Drie reten. Nou, nog eentje erbij. Oh, nog een. Gaat die ook? Pakt hij ja. Hem ook? Ja, ja. Is het in China? Oh, hoezo? Waarom zijn als je Aziaten in beeld ziet, is het elke keer China? Nou, dan is het namelijk een Barbie gangbang. Drie reten. Ik deed het vroeger ook altijd. Dan ging ik van de glijbaan, maar dan op je blote reet. Oh ja, dat deed ik ook altijd. Het ging hard, jongen. Ik ben één keer ben ik zeg maar echt zo gegaan. Er werd ook altijd gezegd, hè? Dat ze scheermesjes in de naden deden, ja, en zo. Ja, zo ziek. Oh, ik word maar dat echt... is toch alleen... Dat is verzonnen. Maar wat wel echt waar was, dat er meisjes verkracht werden in Tropicana. Ik was er verder niet bij. Nee. Ja, hoor. Nee, hij was degene die verkracht werd. Nee, ik zat... Ja. Ik zat in het bubbelbad. Likmenbaard schrijft: ik heb me al 5 maanden niet afgebeerd. Is dat raar? Is dat raar? Nou liever, ik weet niet hoe oud je bent. Ik bedoel, als je 6 bent, is dat helemaal niet raar. Maar als je 16 bent... Dan zou ik naar de dokter gaan, ja. Scheid in de Belg schrijft: het antwoord op de vraag van Sil is... scheiden is poepen en poepen is beuken. Maar wat is beuken? Poepen. Poepen in België is toch... Neuken. En dat hij zegt beuken. Nee, dat is scheiten. Beuken is scheiten. En poepen. En poepen. Juist. En poepen is neuken. Beuken. Ze is niet zwanger omdat de gynaecoloog. Deze vrouw wordt soms door haar haarkleur onderschat. Maar dit is wel hoger level humor. Plus 1. Dankjewel, Shaki. Super hoge humor. Geld als drek schrijft, is die rode in het verkeerde licht gaan zitten of begint hij nu ook al te stralen? Je straalt altijd. Ja. Jij bent als een zonnestraaltje. Precies. Alsof je geboren bent in Tsjernobyl. Dankjewel. Glasraam schrijft, het valt mij op dat er al een aantal weken niemand meer is weggejorst tijdens de reaguursronde. Misschien is het niet slim om dit te benoemen. Doei! Het is te makkelijk toch? Hey! Vorige week was de vraag, wat is de lekkerste postchick die je kent? Ja. Oh ja. Best wel wat antwoorden gehad. Tony de Pony schrijft, de leadtafel is mijn favoriete pol. Ja. De lekkerste Poolse chick die ik ken is Dominika Vreubel van de Engelse Ex on the Beach. Ik snap je keuze. Ja, lekker bezig, plantenzak. Brunskin die play schrijft, lekkerste Poolse chick is sowieso Anna Marisa. Heeft een goede dikke pamper en dikke tetten. Ja, die heeft wel... Kavia Kut schrijft, de mooiste Poolse vrouw is toch wel veruit Maya Strojack. Jailbait. Ik vind het een hele knappe vrouw. Ik vind haar ook wel een beetje kinderlijk. Hebben we nog een vraag voor volgende week? Waarom is Bram Krikker er niet bij voor deze week? Wat een goede vraag. Ja, gebruik je fantasie. Maak ons aan het lachen. Oh, wat awful. Oh, man! En dat is hoe snel een hazellip kreeg. Broodje Klapsalon. Credits voor Benny 070. 5 reten. Ik word heel verdrietig van dit filmpje, want er valt eten op de grond. 1 reet. Bang! Zo. Weer geen geluid, dus dit moeten we even commentariëren. Tering, 2. Hij pakt er 2. Hij pakt er 2. Hop. Hots. 3. What the fuck? Is eentje 3 inbrekers, jongens. Ja. Even, moet niet. Ja. En wie doet er weer helemaal niks?
de vrouw. Een van die inbrekers die pakt een baksteen en die wil hem naar binnen gooien. Maar op dat moment valt net de deur dicht. Sukkel. Dat is René als inbreker. Dat gaat niet helemaal goed. Oh, zij maakt ook wel een goede spring, hè? Ja, maar waarom springt ze ervan? Waarom springt ze ervan? Wat de fuck gebeurt er? Kijk nou. Oh, is het een hekje voor de honden die niet naar boven kunnen? Is er wel eens ingebroken bij jou thuis? Nou, ik ben bang dat er op dit moment wordt ingebroken. Oh ja, want je hebt je huissleutels kwijt. Ja, die heb ik waarschijnlijk in de deur laten zitten. Dus ik ben nu een heel weekend niet in mijn huis geweest. Dus ik ben echt, mijn engste scenario is dat er een zwerver in mijn bed ligt. Ja, of een reaguurder heeft gewoon alles ondergekwakt in je huis. Verder. Stel dat je naar je huis gaat en je ligt in je bed en je hoort opeens onder je bed. Of camera's. Ja, of ze hebben camera's opgehaald. Zou jij dit ook doen, René? Als er bij je in wordt gebroken? Nou, in mijn fantasie wel. Maar ik weet niet of ik echt zo dapper zou zijn. Ik heb ook niet echt vechttraining gehad en ik draai mijn haartjes op mijn arm. 3 reten. Maar je moet ook snel handelen volgens mij. Je moet gewoon... Ja, gewoon je moet niet afwachten, je moet gewoon gelijk slaan. Ja. En gelijk erop knallen. En dan weten de inbrekers ook niet wat ze moeten doen. Ik kan best 3 man hebben, hoor. En die gaat gore grinden, hè? Huppa, daggeren. Ja. Ik ben ook wel eens per ongeluk uitgekomen op midget porn. Wat is dat? Dat is seks met dwergen. Ach. Ja. Deze mensen hebben toch ook gewoon behoeftes? Mensen die niet verder groeien, toch? Dat kan je toch gewoon... Ja, die hebben ook... Die clitoris groeit je hele leven verder. Dus bij deze... De clitoris is net zo groot als de hoofd. Ja, op een gegeven moment wel, ja. Ik moest weer terugdenken aan dat filmpje van daarnet. Van dat meisje met dat ding van 18 centimeter. Dat zou bij haar de hele lichaam zijn. Die kun je opzetten en die kun je ronddraaien. Vraag me altijd wel af hoe seks zou zijn met een dwerg. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? Lijkt wel Gandalf die zit of zo. My brother. Ja. Ik vind dat is echt net of Gollum naast me zit. Het is echt bizar. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money. Ja, wat kan je over haar zeggen? Weet niet. Ze is een beetje gretig. And fairy tales of eternal economic growth. How dare you? We mogen niet haten op... 16-jarige meisjes. Nee, precies, weet je. Dus fuck you. 0 reten. Dit was alweer de Betreed 194. Met René. Ja. Met Nick. En Sylvana. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week zijn we er gewoon weer dan. Godverdomme. Wat je erbij? Wat beest. Oh,